Hoi, ik heb voor jullie een DIY en wat gaan we maken? We gaan een zeezoutcompress maken. Ik heb op mijn computer heb ik staan hoe je het doet en dat soort dingen. Wat heb je nodig? Sarka dode zeezout. Dit is zeer geschikt voor vermoeide benen en voeten. Daar gaan we het voor maken. Een koekenpan waar we het in gaan verwarmen. En een theedoek die ik zo meteen even ga pakken. Maar we beginnen even met het zeezout te verwarmen, want die moet 3 minuten op het vuur. Als ik hem open krijg. Ik heb vandaag een cameravrouw die jullie niet zien. Oh, nu wel. Heel goed. Even kijken. We moeten hem even openmaken. Ja. En er staat niet echt in. Oh, hij ruikt echt heerlijk. Er staat niet in hoeveel je het moet. Dus doe maar gewoon maar wat. Ik doe het even zo, gewoon zo. Wat je gaat maken is, dit wordt warm en je doet het dan in een theedoek. En dat doe je op je benen of voeten, net waar je zin in hebt. En dat wordt lekker warm en daarmee ga je je voeten relaxen of benen. We gaan het even op het vuur zetten. En dit moet nu 3 minuten blijven, op het vuur blijven. Hallo, ben ik goed in beeld? 3 minuten op het vuur blijven en dan kom ik zo meteen weer bij jullie terug. Inmiddels zijn we een minuutje voorbij en als het ware ben je dus gewoon het zout aan het bakken. Het is echt heel vreemd. Zorg er ook voor dat je het wel goed blijft roeren. Ik ga het even wat zachter zetten, want ik ben anders bang dat de pan naar de verliestijnen gaat. Ondertussen heb ik een theedoek neergelegd. Daar gaan we hem zo meteen op doen. En dan kom ik met een minuut bij jullie terug. Oké, ik ga het zout nu in de theedoek leggen. Zoals het er staat. Het zout is nu dus helemaal mooi opgewarmd. Ik ga er even een schepje bij pakken. Oh, sorry. Oké. En wat je nu dus gaat doen, oh jeetje, wat je nu dus gaat doen, het zout is echt heel heet. En wat je doet, ik ga het een beetje verspreiden, want anders voelt het nog niet lekker. Is, ik ga het wikkelen. En ik wikkel het zo in dat je het op de huid voelt, maar het moet niet heet zijn. Dus als ik dit nu op mijn huid zou leggen, zou dit te heet zijn. Dus ik wikkel het nog een keer. Tot je het gewoon warm voelt. En als je het warm voelt, dan ben je klaar. En dan leg je het op de vermoeide benen, voeten, noem maar op. En dit laat je even 10 minuten zitten. En dan heb je helemaal ontspannen benen. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. En bedankt voor het kijken. Doeg!